Nu de plannen voor Rail Terminal Gelderland langs de A15 definitief van de baan zijn, komt ProRail met plannen voor deze locatie. De buurt is echt weer volledig in onrust. En verder in het nieuws vandaag. Tiemerloods in Nijmeegse wijk Bottendaal dreigt te verdwijnen. En basisschool Hidaya wint de Nijmeegse Energy Race. Burgerbelang over Betuwe verweert zich tegen de plannen van ProRail. Eerder zou hier langs de A15 bij buurtschap Reet het project Rail Terminal Gelderland gemaakt worden. Dit was een project voor het laden en lossen van treinwagons. Na veel ophef en rechtszaken hierover werd het plan uiteindelijk van tafel geveegd door het uitblijven van een investeerder. Maar nu komt ProRail met een soortgelijk plan, tot onvrede van BOB. Begin dit jaar werd de Rail Terminal afgeblazen. Maar al gauw erna kwam een nieuw plan van ProRail. Art op de Weeg denkt dat de buurt hieronder zal lijden. Ja, dit is eigenlijk direct een gevolg van begin van het jaar werd de railterminal afgeblazen. Toen dachten we zijn er vanaf, maar datzelfde weekend dat die afgeblazen werd, kwam het gedeputeerde Witjes al. Misschien zouden we daar voor ProRail wel iets kunnen gaan organiseren. En dan zou het spooremplacement van Arnhem-Oost zo hierin verplaatst moeten worden. En daar zou dan woningbouw plaats moeten hebben. En ik denk dat dat meer is dan de omgeving hier aan zou kunnen. Art heeft namens de burgerbelangen over Betuwe een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Art laat weten dat de gemeente zich afzijdig laat. De wethouder heeft me al gebeld. Die zei ook inderdaad dat hij al wel met de provincie in gesprek was. Maar ja, de provincie houdt zich op dit moment eigenlijk een beetje afzijdig. Ze hebben een bedrijf ingehuurd wat zal bekijken in hoeverre het hier mogelijk is. Er zijn vele nadelen aan dit plan van ProRail, laat Art weten. Vooral voor buurtbewoners. Ook het verkeer zou hectischer worden. Punt 1 is dat toch wel de aantasting van het gebied. Punt 2 is het geluidsoverlast. Punt 3 is de verkeersoverlast. Want dit smalle weggetje waar we hier staan, daar zou dan verschillende vrachtwagens overheen moeten. En het bezwaarlijke is dat men gebruik gaat maken van de milieu- en de vergunningsnormen die er voor de railterminal waren. En wij spelen liever hier op een open schaakveld dat we met de provincie zouden kunnen onderhandelen wat er zou komen. En niet de opgerekte eisen van de railterminal hierop van toepassing laten zijn. Mensen uit de buurt laten weten onrustig te zijn en nu al last te hebben van de plannen van ProRail. Nou, toevallig een van de fractieleden van mij die woont hier in de buurt ook, dus we zijn er vrij goed van op de hoogte. De buurt is echt weer volledig in onrust. En dat is ook de reden dat wij ervoor opkomen. En het enige wat hier zal moeten gebeuren, de gemeente zal hier een bestemmingsplanwijziging moeten doen. En dan kunnen ze inderdaad opnieuw beginnen, ook opnieuw vergunningen aanvragen. En dan zullen ze geen gebruik kunnen maken van de vergunningen die nog liggen in het oude bestemmingsplan. Art hoopt dat dit maïsveld blijft bestaan. Hiervoor zal vooral een bestemmingsplanwijziging nodig zijn. De uitkomst hoop ik dat ze zijn. U ziet achter mij hier een prachtig maïsveld dat er over 10 jaar nog staat. De Tiemerloods in de Nijmeegse wijk Bottendaal dreigt te moeten sluiten. De eigenaar van de Tiemerloods stopt ermee. Buurtbewoners en vaste bezoekers van de culturele plek slaan de handen ineen om het niet zo ver te laten komen dat ze echt moeten gaan sluiten. Ze houden een inzamelingsactie waarbij ze ongeveer 500.000 willen inzamelen voor het behouden van de Tiemerloods. De huidige eigenaar van de Tiemerloods is van plan dit te gaan verkopen. Toen Pim dit te horen kreeg, is hij meteen een plan gaan maken om de loods te behouden. Red de Tiemerloods. De huidige eigenaar van de Tiemerloods, die is van plan om de pand te gaan verkopen. Hij is gewoon aan het eind van zijn werkzame leven en denkt het is tijd om iets anders te gaan doen. Wij zaten een glaasje wijn te drinken in de wijnbar hier. En toen hoorde van de wijnbaas van, hey gasten, misschien is dit wel een van de laatste glazen wijn. Ik denk, dat is niet het plan. Wij gaan kijken of we met de buurt de boel kunnen redden. En dat is uiteindelijk Red de Tiemerloods geworden. Ze willen vragen buurtbewoners en vaste bezoekers om een aandeel te kopen via een crowdfunding. Zo is de Tiemerloods van hen allemaal. Red de Tiemerloods, kijk, de belangrijkste of de grootste of de beste garantie om het pand te bouwen zoals het nu is. En de functies erin zijn die nu zijn. Het is voor feesten, partijen, er is een wijnbar, er worden veel optredens gegeven, cultuur. De beste garantie om dat te behouden is om het van ons allemaal te maken. En in principe dus van niemand. Dus we proberen een crowdfunding op te starten. De mensen uit de buurt en uit de stad te mobiliseren, allemaal een heel klein beetje aandeel in de Tiemerloods te kopen. Om op die manier te behouden wat er goed is voor deze plek. Sinds 2 weken is bekend dat deze actie loopt. Ze zijn ervan overtuigd dat ze er iets moois van gaan maken. Nou, sinds
een week of 2, 3 zijn we het een beetje aan het rondtoeteren dat dit gaat gebeuren. Nou, iedereen. Ja, het leeft gewoon echt. Het is gewoon superleuk. En er gebeurt natuurlijk heel veel in Bottendalen. Het gaat niet goed met school, het gaat niet goed met teameloos. Misschien een ander ding ook wel niet goed. Dus het is echt wel een momentje voor ons om te zeggen van ja, we gaan nou gewoon mooie dingen maken. De uitbater van de teameloods is enthousiast over deze actie en houdt hoop dat de loods behouden wordt. Samen moet het lukken. Ja, daar ben ik super blij mee dat zij die actie nu hebben opgestart. Ik was zelf ook in kijken van ja, wat kan ik zelf bijdragen zeg maar, om hier te kunnen blijven ondernemen. En nu kenden we natuurlijk wel Arno en Pim al die hiermee bezig waren. We zijn united, zeg maar. En nu gaan we het samen doen. Dus ja. De gedwongen verkoop van het huis van dierenverhuurder Bert en Appeltern levert waarschijnlijk bijna 7 ton op. Ook werden woensdag nog 2 stukken nabijgelegen land geveild, waarvoor in totaal ruim 8 ton geboden is. De bank die opdracht had gegeven voor de veiling moet nu beslissen of ze de woning en de grond gunt aan de hoogste bieder. Zo ja, dan is de opbrengst dus zo'n 1,5 miljoen euro. Bert's animalverhuur, Bert en zijn vrouw werden bijna een jaar geleden failliet verklaard. Later bleek dat hij ook niet aan zijn hypotheekverplichtingen voldeed. Daarom besloot de bank, bij wie hij een schuld heeft van ruim 1 miljoen euro, tot een exclusieveiling. De armoede in Nederland is in 6 jaar tijd met meer dan de helft gedaald naar 540.000 mensen. Dat komt neer op 3,1% van de bevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als we kijken naar de 8 Gelderse gemeenten in het werkgebied van RN7, valt op dat vooral in Nijmegen het percentage inwoners dat in armoede leeft relatief hoog ligt. In Nijmegen is dat namelijk 4%. Daarna volgt direct gemeente Bergendal met 2,4%. In de overige gemeenten valt het mee en schommelt het tussen de 1,6% in Overbetuwe en 2% in Druten, Beuningen en Heumen. Na 16 edities van de Drutenloop zal het hardloopevenement in 2025 niet plaatsvinden. Reden voor dit besluit is het tekort aan bestuurs- en werkgroepleden. Na een succesvolle Drutenloop afgelopen voorjaar is een groot aantal betrokken vrijwilligers gestopt. Pogingen om de vrijgekomen plaatsen op te vullen hebben onvoldoende resultaat opgeleverd. Het bestuur heeft daarom besloten om het hardloopevenement in 2025 niet door te laten gaan. Het komende jaar zal de organisatie gebruiken om nieuwe bestuurs- en werkgroepleden te werven en om de Drutenloop toekomstbestendig te maken. Het festival Pleinpop en Alphen verhuist naar een nieuwe locatie aan de Molse Hoefweg. Het driedaagse muziekfestival kreeg op de huidige locatie aan de Maas te maken met sterk veranderende regels vanuit de overheid. Op de nieuwe locatie heeft de organisatie daar geen last van. Bovendien is hier ruim voldoende parkeergelegenheid. De organisatie is erg blij met de nieuwe locatie. Pleinpop staat gepland voor 4, 5 en 6 april 2025. Zondag 3 november wordt de line-up voor de nieuwe editie bekendgemaakt en start meteen de voorverkoop. Basisschool Hidaya is de winnaar van de Nijmeegse Energy Race. Leerlingen van 9 basisscholen in Nijmegen zijn met elkaar de strijd aangegaan om met hun buurten zoveel mogelijk energie te besparen. Dit project, dat gestart is in augustus, draait om bewustwording en actie voor een duurzamere toekomst. De bekende YouTuber Teun Peters kwam het fantastische nieuws persoonlijk vertellen op de school. Ik heb een prijs voor jullie, namelijk dat pistool. Om deze prijs te winnen, moesten ze zoveel mogelijk punten verzamelen. En dat deden ze door. Gewoon flyers uitdelen en flyers maken met tips. Mensen tips geven hoe je energie kunt besparen. En ook bijvoorbeeld wat makkelijker is. Net als je wil gaan gamen, maar je kan dan beter gaan buitenspelen. En naast buitenspelen in plaats van gamen zijn er nog veel meer tips die de kinderen hebben geadviseerd aan de buurt. Bijvoorbeeld douchen koud. In plaats van de droger gebruik dan een wasrek. Ja, stekker eruit als je klaar bent, bijvoorbeeld met je telefoon opladen. Ook YouTuber Teun Peters weet maar al te goed hoe belangrijk de kleine veranderingen zijn. Ja, het zijn hele kleine dingetjes eigenlijk die het verschil kunnen maken als je het groot uitzet. Dus een lampje aan of uitzet, ja, het bespaart misschien een paar watt, maar als je dat voor een keer 1000 doet, dan is het alweer 1000 keer 2, 2000 watt. Dus dan gaat het hard.
Dus dat vond ik heel belangrijk. Dat die kleine bespaartips die grote impact kunnen hebben, die beginnen gewoon al bij jezelf. En dat kan heel makkelijk zijn. Hoewel deze kleine bespaartips eenvoudig zijn uit te voeren, was deze race toch een flinke uitdaging voor de kinderen. Toch hadden ze er vertrouwen in dat hun klas zou gaan winnen. Omdat iedereen heel erg zijn best heeft gedaan ervoor en zo. En omdat we ook een grote klas hebben. Ja, daarom. Hey, en wat ga je nu meenemen voor jezelf voor de toekomst? Hoe ga jij meer energie besparen? Door alle tips goed te onthouden en dat ook doen. En volgens Steun is juist deze bewustwording bij kinderen zo belangrijk. Want zij zijn immers de toekomst. De kinderen die zijn de generatie die ons gaat opvolgen. En als daar de bewustwording al zit, ja, dan heb je al gewoon heel veel winst gehaald. Dus ja, daar begint het. Vandaag was het op de meeste plaatsen grijs en bewolkt met temperaturen die variëren van 17 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidwesten met een kracht van ongeveer 3, wat betekent dat het vrij zacht aanvoelde. Morgen kan er in de ochtend plaatselijk wat lichte regen vallen, maar kunnen we in de loop van de dag nog even genieten van temperaturen die op kunnen lopen tot 20 graden. In het weekend, op zaterdag 19 oktober, wordt er een aanzienlijke hoeveelheid regen voorspeld. Vooral in de ochtend. De temperatuur neemt af zo rond de 16 graden. Zondag kan er wat verbetering komen, met mogelijk meer ruimte voor de zon, hoewel het nog steeds bewolkt blijft. Dit was het RS7 Regio Nieuws van donderdag 17 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. En daar zijn ook al onze andere programma's terug te vinden. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan.